Dames en heren, ik heb acrofobie en arachnofobie. En hallo mensen van J-Movies. En vandaag is er weer een nieuwe top 10. En dan weer met mij. En dit keer gaan we het hebben over de 10 meest voorkomende fobieën. Neurofobie patiënten. Oh, oké. Ervaren de volgende symptomen. Nervositeit, onregelmatige hartslag, snelle Onregelmatige hartslag, snelle ademhaling, rillingen, droge mond. Zijn bang dus voor de dood. 9. Brontotopie. Brontofobie. Letterlijk vertaald betekent het Griekse woord bronte, donder. Ze zijn dus bang voor de donder. Wat krijg je dan? Eerst gerommel, dat vaak raken mensen volledig in paniek. 8 is carnifobie. In het begrip carninofobie herken je vast het woord kanker. Hoezo? Ik zie daar geen woord kanker in hoor. Goed, in ieder geval. Mensen die lijden aan deze fobie zijn verschrikkelijk bang om kanker te krijgen. Dat is volgens mij best wel iedereen. 7. Emetofobie. Dit zijn echt allemaal moeilijke woorden, mensen. Hoewel emetofobie niet meteen bij iedereen een belletje doet rinkelen, lijden veel mensen aan deze fobie. Wat is het? Je bent bang voor de straat? In ieder geval, even een kleine shootout. Shoutout. Shootout. Dat is een film. Goed, shootout. Shoutout naar TND. Abonneer op hun, want ze hebben dat nodig. En TND heeft er 21. In ieder geval blijf abonneren op TND en hem, zodat zij ook lekker veel abonnees krijgen en zo, omdat ze steeds meer zin hebben om te videoen en zo. 6. Net als batofobie, angst voor diepte. Zeg maar hoogtevrees eigenlijk. We hebben acrofobie, high five. Claustrofobie. Dat is bang zijn voor kleine ruimtes. Claustrofobie. Dan ben je dus bang voor kleine ruimtes. Dus je zou ook nooit echt in de wc of zo kunnen zitten. Of in de auto. Agorafobie. Dat is precies hetzelfde wat we net hebben gehad. Oh nee, dat was acrofobie. Ja, het scheelt een letter. Het scheelt een letter, man. Dat is heel groot. Marktafobie. Ze zijn dus bang voor de markt. Aerofobie. Dit is echt... Dit slaat nergens op. Weet ik veel volgende. Uit beide termen kun je wel op. Je moet wel sociale fobie. Het hier gaat om. Dat is vliegangst. Twee. Sociale fobie. Ik heb echt hele erg vliegangst. Dan ga ik vliegen dan denk ik, oh nee, geloof ik. We zijn nog niet bij nummer 10 aangekomen. Is deze variant wel de meest ingrijp? Niet doen. Dat gaat ik zo verschrikkelijk aan. God, zag je die? Ja, die zien we zo. Goed. Zo ervaren mensen meestal een sociale fobie vrijwel continu de problemen van hun angsten of ze nu feestjes aandoen. Oké, okay. Nu komt 1. Oh man, arachnofobie. Man. Van alle fobieën, waarvan ook deze diverse fobieën voor dieren zoals kikkers en vogels, komt de angst voor spinnen en spinachtig het meest voor. Ben je bang voor spinnen? Ja man. Goed. Dan was dit het weer voor vandaag. Dus, vonden jullie deze video leuk? Dan blijf daar even je video mee abonneren. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. En abonneer op zijn kanaal en TND. Oké, dan gaan wij weer vandoor. Ja. Succes met klikken.